Yes, het is weer tijd voor een kijkersvraag. En een kijkersvraag die we heel veel krijgen de laatste tijd natuurlijk, nu met de lockdown, dat is: wat voor spel kan je nou lekker avondvullend spelen met z'n tweeën? Nou, Tijn, je hebt er vast wel ideeën over. Ik heb er zeker ideeën over, Jasper. Een van mijn favorieten, Evolution Climate in dit geval. Bij Evolution probeer je beesten te evolueren, zodat ze het klimaat allemaal goed overleven. Maar ja, je kunt ook nog investeren in klimaatverandering, waardoor jouw beesten het beter doen dan die van de tegenstander bijvoorbeeld. Heb jij nog suggesties? Ja, nou ja, eentje die ik echt avondvullend speel de laatste tijd is Arkham Horror, de card game. Heel verhalend spel, met heel veel diepgang ook in de deckbuilding die je kan doen. Maar eigenlijk het verhalende aspect vind ik het leukste eraan. Dat je echt verrast kan worden door de twists en turns van alle duistere complotten in de jaren 30 die je ontrafelt. Dat. En je gaat vaak dood. Waarschuwing. Of je wordt gek, toch? Of je wordt gek, ja. Nou ja, Robinson Crusoe, daar ben je ook al even mee zoet. Ja, je bent met z'n allen aangespoeld op een eiland. Bij het eerste scenario probeer je eigenlijk een paar nachten te overleven, zodat je een berg hout op het strand kan maken, zodat je dat in de fik kan steken als er een bootje in de buurt langskomt en dat je gered kan worden. De andere scenario's maken het een stuk pittiger. Het is ondertussen alweer een klein beetje een golden oldie. Hij heeft heel veel prijzen gewonnen. Ondertussen, omdat het zo vernieuwend was toen hij net uitkwam. En het is een hele mooie simulatie van overleven op een onbewoond eiland. Ja, of niet overleven op dat eiland. Ja, dat kan ook nog. Dus, Ja, dat is best wel bitter af en ja, toe. Ja. Nou, ik heb er hier nog eentje, maar die ligt hieronder. Oh, joh. Even kijken. Dat is ook een dikke. Ook een verhalende: Lord of the Rings Journeys in Middle Earth. Hierin ga je samenwerken als personages in Tolkien's Middle Earth om tussen de verhalen van The Hobbit en Lord of the Rings in eigenlijk te kijken van wat gebeurt daar met allerlei orks en duistere machten die de boel proberen over te nemen in de mooie Shire. Het werkt met een app, toch? Het werkt met een app, ja. En met poppetjes op een bord, en dat is allemaal heel leuk geïntegreerd. Waardoor de keuzes die je maakt echt invloed hebben op hoe het verhaal loopt. En de app onthoudt dan wat er precies is gebeurd aan okay, keuzes. Top. En zorgt voor elke keer andere setup van dezelfde scenario's. Dus, nice. Ja. Vet. Nog een uitsmijter, Tijn? Ik wil heel graag uitsmijten met Res Arcana. Een van mijn huidige favorieten. Ik speel hem erg graag. Het spel is bijzonder gevarieerd. Elk potje is compleet anders. En dat komt omdat je elke keer een andere. Laat ik even vertellen waar het over gaat. Het gaat over alchemisten. Je probeert zoveel mogelijk overwinningspunten te scoren door allerlei rare fratsen te brouwen. Maar elke alchemist werkt op een andere manier. Hij heeft andere favoriete formules die hij gebruikt. En al die formules ga je weer gebruiken met de artefacten en de kaarten die je toebedeeld krijgt. En dat zijn 8 kaarten per spelletje uit 50 die random toebedeeld worden. En daarmee ga je dus combinaties proberen te maken. En de variatie is echt enorm. Het is een super fascinerend spelletje. En daar ben ik nog lang niet op uitgekeken in ieder geval. Heb jij nog een mooie uitsmijter dan? Heb ik nog een uitsmijter? Ja, nou ja, ik kan nog een keer over Arkham Horror beginnen. Dus ik kan ook allerlei campaigns spelen natuurlijk in dat spel. Dan komt het echt tot z'n recht. Maar eerst maar eens beginnen met de base game. Yes. Ja, dat was hem, hè? Ja, dat was hem zo. Ik hoop dat jullie geïnspireerd zijn geraakt. En ook avondvullend spelletjes gaan spelen natuurlijk. Daar leven wij voor namelijk. Ja. En ja, als je dit leuk vindt om op de hoogte te blijven, abonneer je op ons YouTube kanaal. Bekijk onze Facebook en natuurlijk onze webshop, waar allerlei extra informatie zal staan.